Je dacht, ik haal even uit. Ja, nee, ik kreeg een bal van Mauro en er was ruimte. Dus ik dacht, ja, ik loop erin met de bal. En dan kwam ik vlak voor de 16 en toen was het moment om te schieten. Ja. Je raakt hem helemaal perfect, hè? Ja, daar oefenen we op de training, toch? Dus mocht een keer. Ja. Is dit voor jou ook de beloning dan voor een goede en intensieve trainingsweek? Ja, ik denk dat we met het hele team hier naartoe zijn gekomen om echt ons goed voor te bereiden. Ik denk dat de allereerste wedstrijd tegen Anderlecht, het was wel verloren, dus dat mag eigenlijk niet gebeuren. Dus willen we gelijk in Verbier en dan nu sluiten we het zo af en dat is top. Als je naar jezelf kijkt, een jaar geleden mocht je hier mee om te ruiken een beetje, in te vallen tegen Monaco. Ja. Ben je nu veel verder? Ja, ik denk wel dat ik verder ben en een completere speler ben dan toen. En ik denk dat dat ook goed heeft gedaan toen om te mogen reiken. Dat ik weet waar het naartoe moest op dat moment. En dat ik daar nu al een stuk dichterbij ben.